Een lekker theetje. Mm-hmm. Oh, hallo allemaal. Hoi. Hoi. Ik ben er weer. Ik was even weg. Dit vanwege een beetje een studiedipje. Het ging allemaal even niet zo lekker. Maar... toen kwam ik. Toen kwam zij in mijn leven. Nee, maar het kwam er even niet van. Dit is gewoon de classic vlog talk. Ja. De conclusie is dat ik het niet meer alleen ga doen, maar nu samen met Helene. Ja. En Helene is mijn huisgenoot. Dus Helene, wie ben je? Nou, ik ben Helene. En ik ben in tweedejaars klinische technologie studenten. En ik woon sinds februari hier in huis, dus daar kennen wij inderdaad elkaar van. En nou ja, ik vond het wel een heel leuk idee om het samen te gaan doen. Ja. En dus dat. En hoe heb jij je eerste jaar ervaren? Ik woonde wel vanaf het begin al in Delft. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel leuk. Omdat je dan gewoon veel meer eigenlijk gelijk in dat leven rolt of zo. Wel pittig sowieso, want het is gewoon wel weer echt even heel wat anders dan de middelbare school. Qua alles, gewoon ja. Heel anders leren, heel anders sociaal leven. Maar ik vond het wel ook echt, echt heel leuk. Ja. Nou, leuk. Ja. Nou, we willen natuurlijk allemaal dat jullie ook Helene even een beetje leren kennen. Dus we gaan vandaag een challenge doen. En dat is de hoe heet het ook alweer? Ja, de Doris en Helene Goeie. Challenge. Gaan we hebben in ieder geval een aantal vragen en dan gaan wij omhoog houden wie dat waarvan wij denken dat het als eerste zou doen. Oké, eerste vraag. Ja. Ja, denk ik ook. Maar ja, niet zulke hoge cijfers. Nee, we zouden het allebei niet doen. Oh, ik weet ook niet. Ik heb wel echt niet per se ook die motivatie, maar nee. Ook niet echt. Eigenlijk. Nee, eigenlijk allebei niet echt. Maar ergens heb ik nog wel... soms het idee dat jij wel iets meer ergens voor kan gaan of zo dan ja, ik. Ja, nou, ik heb meer dat ik gewoon denk dat ik het gewoon echt te lastig vind. En ook dat ik het niet zo leuk vind dat ik het echt zou willen halen of zo. Nee, precies. Maar als je dat niet zo zou vinden, dan zou je wel misschien voor een 8 gaan. Ja. Ik denk dat ik het wel zou kunnen, maar ik heb gewoon niet precies. Genoeg gehoord. Ja. Als ik het heb gehaald, ben ik gewoon tevreden. Ja, precies. Dus er zijn wel twee verschillende redenen. Ja. Ja. Weet jullie wat een dreamteam is? Geen antwoord. Helene, wat is een dreamteam? Nou, een dreamteam is allerlei teams, studenten, waar je een jaar soort van aan een groot project gaat werken. De meest bekende is denk ik de zonneauto. Ja, dat denk ik. Maar ja, hier heeft allemaal plaatjes van dreamteam. Ja, een jaar lang aan een technisch project werken met elkaar. Dat is wel vet. Maar het kost heel veel tijd en ja. Moeite. Maar je leert er daartegen ook wel weer heel veel van. Jij bent gewoon iets ondernemender, denk ik. Ja, misschien dus ik wel. Denk dat jij het daardoor eerder zou doen dan ik. Maar zou jij het leuk vinden? Uiteindelijk wel, maar die stap nemen zou ik denk ik niet zo goed ja. Gaan zijn. Ja, precies. Nee, ja, dat is wel duidelijk. Sowieso best wel getwijfeld ook over mijn studie. Sowieso mijn eerste jaar vond ik het eigenlijk niet altijd even leuk. Maar het hoort er natuurlijk ook een beetje bij dat je twijfelt, want ja... is niet alles kan leuk zijn aan je bachelor. Ik had dat ook, ik denk wel echt dat ik de goede keuze heb gemaakt. Maar vorig jaar, mijn eerste jaar, je moet gewoon zo wennen aan überhaupt ja. Studeren, zeg maar. Ja. Dat ik ook wel echt momenten heb gedacht dat ik dacht, oh, misschien is het niet de goede keuze. Maar daarna heb ik ook beseft van, studeren is ook gewoon heel anders. En ik moest daar heel erg aan wennen. Ja. Dat zou ik met alle andere studies ook hebben. Ik ben er ook heel erg van overtuigd dat, zeg maar, uiteindelijk kom je toch op je plek of zo. Ja, dus je kan ook naar je bachelor inderdaad weer zoveel andere ja. Dingen. En met je minor kan je ook heel veel andere ja. Dingen kiezen. Want ook met kiezen is het zo, je hebt zoveel studies. Ja. Ja. Het is zo lastig om een goede keuze te maken. Maar door open dagen ben ik er wel achter. Ben ik ook überhaupt achtergekomen dat deze studie open staat. Ja, precies. En toen dacht ik ook wel, oh ja, maar dat is eigenlijk, want technisch dus wiskunde en zo vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Ja. Dus op die manier ben ik er wel achtergekomen dat dit dan misschien inderdaad echt iets voor mij is. Maar ja, ja. Dus dan moet je dan wel een beetje, ja, ja, ja. Wel een beetje daar naar op zoek gaan. Denk ik wel. Ja. We zijn zo erg. We zijn zo erg in zin. Ja. Oh my god. Bestuursjaar is dus een jaar waarbij je een bestuur doet. Ja. En je kan dus je studievereniging, dus dan doe je vanuit je studie, dus klinische technologie, studievereniging, daar kan je bestuur gaan doen. Of inderdaad bij je sportvereniging of je gezelligheid. Ja, precies. Ja, gewoon wel jij. Ja, ik denk dat jij dat misschien niet zo leuk zou vinden. Nee. Nog meer, want het Dream Team hadden we ook. Ja. Ja, dat vind ik nog minder duidelijk dan dit. Ja. Ja, bestuursjaar. Zou jij gewoon niet? Nee.
weet ook, ik zou het eigenlijk ook niet per se. Ik weet ook niet of ik dat per se zou willen, maar misschien wel eerder dan jij. Nee. Ik deed het een verkeerd om ook. Oh. Ik had een beetje een studiedipje, zeg maar. Ik had niet zoveel punten gehaald. En dat kwam eigenlijk doordat ik... Ja, mijn motivatie was eigenlijk een beetje weg. Na het eerste jaar heb je echt heel erg dat je... Ja, je wil echt heel graag je BSA halen. En daar ga je echt voor strijden. En in je tweede jaar kan dat best wel een soort van... Opeens dan valt dat weg, zeg maar, dat BSA. Dat heb je dan gehaald. En dan... Ja, dan... Weet je even niet zo goed, dan denk je, kan het dus ook allemaal niet doen. En toen was mijn motivatie gewoon echt even weg. Misschien dat als we dit filmpje over een jaar zouden opnemen, dat we wel alleen zouden zijn. Zo, want ja. Ik heb pas één jaar gehad en ja, ik had precies. Ook alleen nog maar die BSA's. Het hoort er gewoon een beetje bij. Ups en downs heb je binnen in je studie. En daar leer je ook weer dan van, leer je van als persoon, ja. Hè? Oh, de eerste keer. Oh, ik ben weer niet goed. Voor mijn gevoel slaap jij beter of meer of zo? Ja, denk ik. Dus juist dat je meer verslaapt. Wel een beetje chaotisch misschien. Ja. Dus misschien dan daardoor. Ik vind opstaan ook heel moeilijk. Ja, dat idee heb ik ja. Ook. Ja. Gelukkig is het me nog nooit overkomen. Ja wel? Nooit bij een tentamen, nee. Nou, volgens mij zijn we door de vragen heen. Mm-hmm. Ik hoop dat jullie zo ons een beetje hebben leren kennen. We gaan dus samen video's opnemen voortaan. 2 keer per maand. Ja. Een video. En dat is dus soms een beetje zoiets, maar ook een vlog. Een vlog of een wat meer interactie met andere mensen. Om zo een beetje het studentenleven en ook studies en zo en studeren zelf te laten zien. En als jullie nog leuke ideeën hebben, mogen jullie het ook laten weten in de comments. Duimpje omhoog. Like en subscribe. We moeten eigenlijk een soort van afsluiter hebben zo. Yeah. Doei!